De centrummanagers van Wiegen en Druten stoppen ermee. De emmer stroomde over en dus is het genoeg geweest. Beide dames hebben per direct hun functie neergelegd. De centrummanagers van Wiegen en Druten stoppen ermee. De emmer stroomde over en dus is het genoeg geweest. Beide dames hebben per direct hun functie neergelegd. Miranda Rosmalen, centrummanager Druten, heeft niet gereageerd op haar vertrek bij het centrummanagement. Rosanne Pak, centrummanager Wiegen, was vandaag niet in de gelegenheid om voor de camera te reageren, maar heeft schriftelijk gereageerd. Dat er nu twee centrummanagers stoppen in de regio verbaast mij niet. Het beroep centrummanager is een relatief nieuw beroep. Aan de ene kant is het een leuk en afwisselend beroep omdat je allerlei verschillende werkzaamheden doet, maar dat kan het ook hectisch maken, vertelt Rosanne Pak. Nu er veel verandert in de winkelgebieden en deze ook onder druk komen te staan, merk ik dat het beroep van centrummanager steeds zwaarder wordt. Dit alles bij elkaar is voor mij een reden om te stoppen. Niet omdat ik mijn werk niet meer leuk vind, maar omdat ik mezelf aan het voorbijlopen ben. De centrummanagers zouden te veel taken en te weinig toegewezen uren hebben om deze taken te voltooien. Ook wordt er genoemd dat de centrummanagers een te laag uurloon krijgen voor wat er van hen verwacht wordt. We spraken ook een winkelier uit Druten over het vertrek van de centrummanager. Ik vind het jammer dat de centrummanager stopt omdat de centrummanager een belangrijke rol speelt binnen de gemeente. Zo organiseert ze activiteiten die wij winkeliers zelf niet kunnen, vertelt de winkelier.